De gietijzeren klok heeft een flinke barst waardoor hij niet meer kan luiden. Daardoor was de klok eigenlijk nooit te zien, totdat de Leidse stadsdichter de klok opnieuw ontdekte en op zijn waarde schatte. Vorig jaar heeft de stadsdichter Wouter Idema die heeft een prachtig gedicht geschreven over de Bonaventura-klok. En daarbij omschreef hij eigenlijk hoe de klok op dit moment, ondanks zijn leeftijd, een redelijk ondergeschikt plekje in de kerk had. Dat was een beetje weggemoffeld. En nu staat de klok vol in het zicht voor de bezoekers van de kerk. Maar dat betekende wel dat er een klokkenstoel gemaakt moest worden voor de klok. En daar zag timmerman Bram Sira wel een uitdaging in. Hier zie je dus een oude techniek. Dat is een open pen- en gatverbinding doorlopend met een dubbele wig. En die zorgt ervoor dat die stabiel blijft en goed stevig in elkaar. Hier staat de tekst in Latijn die in het Nederlands zegt... ik heet Bonaventura. In 1490 maakte Wilhelmus Moor mij. Het bijzondere aan deze klok is dat de klok een barst in zich heeft. Dat heeft hij al tientallen tot honderden jaren. Maar hij is toch ondanks die barst eigenlijk nooit omgesmolten. En juist dat maakt hem heel erg bijzonder. Daar komt bij dat de klok ook nog eens de Tweede Wereldoorlog overleefd heeft. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er een bevel geweest waarbij meerdere klokken in beslag zijn genomen om te laten omsmelten. Voor de wapenproductie in Duitsland. En zo zijn bijna alle klokken van het Carillon van het gemeentehuis en de klokken van het academiegebouw zijn allemaal in beslag genomen. Maar deze niet? Deze niet inderdaad, nee. En nu is de klok dus weer in volle glorie te bewonderen in de Pieterskerk, hangend in een klokkenstoel zoals die ook 500 jaar geleden werd gemaakt. We gebruiken helemaal geen machines hiervoor. Dus ik heb alles met hand vervaardigd en daarna in elkaar gezet. En dan weet je pas echt wat vakmanschap is. Ben je er trots op? Ik ben er heel trots op, ja. Dat ik het mocht maken zo en zo. Dat ze het aan mij hebben gevraagd. Dus ja, daar ben ik wel trots op.